Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland, maar de bewolking is niet heel dik en dat betekent dat de kans in elk geval klein is. Hier en daar vanochtend misschien een klein zonnetje, maar op de meeste plaatsen overheerst de bewolking. Het is vanochtend 9 of 10 graden. Vanmiddag komt er wel iets bij, en liggen de maximum temperaturen zo rond een graad of 11. In het zuiden van het land hebben we dan de meeste kans om een beetje zon, verder dus wel de wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen droog weer. En langs de kust waait het af en toe krachtig met windkracht 6. Vanavond zien we de opklaringen zich iets meer uitbreiden. Het blijft ook vanavond droog en dan liggen de temperaturen rond een graad of 8. Vannacht daalt het kwik even naar 6 graden en morgen loopt de temperatuur weer op naar een graad of 10. De zon schijnt van tijd tot tijd, het blijft op de meeste plaatsen droog, de meeste wolken in het noordwesten. En die wolken worden in de loop van de dag ook dikker. In de avond, maar waarschijnlijk pas laat, volgt er ook wat regen. De meeste regen trekt in de nacht naar vrijdag over. Vrijdag overdag trekt de regen weer naar Duitsland weg en klaart het van het westen uit op. Een zaterdag, een overwegend bewolkte dag met van tijd tot tijd wat lichte neerslag. En zondag lijkt de neerslagkans weer wat groter. Het blijft zacht. Zondag wordt het maar liefst 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.